Vandaag ben ik in Rotterdam om de prijs uit te reiken voor het allerbeste Nederlandse album van het jaar. Oftewel de 3 voor 12 Award. Die gaat naar Animistic Beliefs, een duo dat punky, avontuurlijke, snoeiharde dancemuziek maakt, waarin hun roots verankerd liggen. En ik mag hen dat nu gaan vertellen en deze check overhandigen. Leuk en spannend. Spannend en leuk. Hier toch? Hey. Hi Marvin, hi Lynn, hi. Ik ben Eva van 3 voor 12, hoi. Met goed nieuws, ik wil jullie graag een hand geven. Hoi, Eva. Hi Lynn. Hoi. Hi Eva. Nou, je raadt het nooit. Jullie hebben de 3 voor 12 award te pakken. Zullen we naar binnen gaan? Mag ik binnenkomen? Ik neem iedereen gewoon mee. Kom, we gaan. Nou, welkom. Ja, bedankt. Zo, bedankt dat ik hier mag zijn om deze check te overhandigen. Oh, ja, bedankt. Ja, kom er even bij staan. Yes. En dan wil ik natuurlijk graag horen wat er door jullie heen gaat, Marvin. Ik had het om eerlijk niet verwacht. Waarom niet? De ene waren gewoon heel veel grote act, sterke namen. Ja, ja. Coole projecten die ook uitgebracht waren. Mm-hmm. Ja, het is een 10-koppige jury geweest. Die bestaat uit muziekliefhebbers, uit professionals en uit artiesten. En die waren er eigenlijk best wel snel over uit. Ja, nou ja, omdat er niemand anders op deze banale aardkloot is die dit album had kunnen maken, behalve jullie. Omdat het zo eigen is en omdat jullie roots er zo in verankerd liggen. Jullie identiteit erin naar voren komt. Dus het is volstrekt uniek en origineel. En daarmee bedankt. Hebben jullie deze award gewonnen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik krijg heel, heel nice om te horen. Kunnen jullie iets meer vertellen over de muzikale reis die jullie hebben afgelegd met dit album? Tijdens de eerste lockdown, zeg maar, in 2020, zijn we begonnen aan dit album, toch? Zoiets? Mm-hmm. Ja, we waren heel erg bezig met onze roots en de muziek en zo. En natuurlijk ook gewoon het verleden zelf van onze familie. Mm-hmm. En toen dachten we, ja, we moeten eigenlijk gewoon wat gaan doen met deze geluiden, met deze tonen. En dat ook verwerken in een album. En dat voor ons zou dat soort van de eerste stap zijn naar dat steeds meer en meer gaan doen. Lynn, je hebt Vietnamese roots. Mm-hmm. Marvin, je hebt Molux. Ja. Hoe hebben jullie dat met elkaar verweven op dit album? Vooral de ritmes en ook wel een flink aantal van de instrumenten die we hebben gebruikt komen wel echt uit de Molukse en Indonesische cultuur, zeg maar. Hebben jullie daar wat van staan hier? Misschien een taoni? Ik heb de taoni heb ik niet hier, want die zit in onze andere studio. Maar ik heb hier wel een kleine schelp. Een kleine schelp. Ja, jij hebt een hele kleine schelp. Vergeleken met die andere die ik heb. Waar ik ook een taoni van wil gaan maken, want die andere heb ik ook zelf gemaakt. Wat je eigenlijk doet is, je boort hier een gat in. En die vel je dan. En dan kan je hem spelen met eenzelfde soort techniek als die je bij een trompet gebruikt. Ah, dus hier kan je nog geen geluid uitkrijgen? Nee, je kan nog geen geluid uitkrijgen. Alleen naar luisteren? Nee, ik kan er wel en geen andere... Jawel. Jawel, die staan in onze andere studio. Ik kan het pakken of jullie willen meekomen. Dat is wat jullie willen. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja, kom maar even mee dan. Als dat mag. Ja, tuurlijk. Dit is een van de instrumenten die erin zit. Een Tifa drum. Is een Molukse drum. Deze heb ik ook gemaakt met mijn vader. Tio zit in een groep, een Molukse community, waar ze workshops geven om waar je leert hoe je deze kan maken. Ja, die hebben we dan wat meer recentelijk gekocht, toen we naar Vietnam zijn geweest. Ja, dus deze zit
in het album en deze ook. Je is echt net naar Vietnam geweest. Mm-hmm. Jullie hebben daar op een waanzinnig queer festival gespeeld. Ja, op een queer evenement, ja, klopt. Hoe is de ravecultuur daar? En kennen ze ook het album Merdeka? Ja, ja, dat kennen ze zeker. We zijn al langer in contact, zeg maar, met het collectief geweest. Ja, het was gewoon waanzinnig om daar te zijn, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat het een soort intersectie was van alles wat ik ben, zeg maar, en Vietnamese en de queer. En je houdt van deze muziek. Het was gewoon heel fijn. Het voelde echt als thuiskomen voor mij om daar te zijn. Maar ook dat ze mij verstaan wanneer ik natuurlijk mijn monoloog doe aan het begin. Ja, daar was ik wel heel zenuwachtig over natuurlijk, maar het was echt, echt heel nice. Het prijswinnende album, de 3 voor 12 Award, gaat naar Merdeka. Mm. Dat nice, yeah. Vrijheid betekent, yeah, in het Maleis. Mm-hmm. Over welke vrijheid hebben we het dan? In eerste instantie was het vooral meer vertaald als emancipatie. Mm. En ja, het ging dus vooral, voornamelijk om de vrijheid om onszelf te zijn. Wat ons maakt, muzikaal vooral, komt er wel echt op in terug. Dus er zitten echt wel Rotterdamse geluiden in. Gabber zit er bijvoorbeeld ook een beetje in. Breakbeat, dingetjes, techno. Maar natuurlijk ook dan onze Vietnamese, Molukse achtergrond. Buiten muzikale vrijheid gaat het natuurlijk ook voor ons om de vrijheid om onszelf te zijn en ons te uiten. Om meer openlijk queer te durven te zijn. Hopelijk ook andere mensen ook eens te inspireren om vrij te zijn in hun expressie en te zijn wie ze zijn. Dus in die zin was het een soort van vrijheid om die stap te maken, om dat te gaan maken en doen. En hopelijk is dit een eerste stap naar nog meer van dat.